Ja, wederom dus weer een onbedoeld slachtoffer. Ja, en ik heb ook wat langzamerhand, ik heb het zelf ook gebruikt in het verleden door een vergisliquidatie. Het woord vergissing past hier eigenlijk niet meer bij. Dit is echt een jongen die in de bloei van zijn leven is. Ik vond dat de burgemeester het vorige week heel mooi verwoordde, ook in de raad met, en ook bij u hier op de zender. Zo iemand gaat naar een avond waar hij is en overkomt dit. Maar er zit wel een patroon achter waar wij zorg over maken. En dat is toch een beetje wat wij zien in wat voor soort type daders zien wij nu optreden. En was dat een fors aantal jaren geleden nog in de golf van de jaren 80, 90 hitmannen die uit het buitenland kwamen, professionals voor 50.000 euro. De afgelopen jaren hebben we dat zien gaan en dat zou hier ook wel eens rondom deze zaak zijn. Jonge jongens uit delen van Amsterdam, kansarm. En wij horen bedragen van tussen de 3.000 en 5.000 euro voor een liquidatie. En daarmee is het amateurisme en de wildheid en de ongecontroleerdheid en de bruutheid van het geweld is voor ons ook wel weer een nieuwe zorg. En daarmee toch wel weer een ander patroon en ook nu weer met zorgen over hoe zien we dit soort jonge jongens, kansarm, hoe halen ze het in hun hoofd om overgehaald te worden door dit soort bruut geweld. Ja. En daar zit ook voor ons wel een vraag samen, die we ook als driehoek naar kijken. Hoe gaan we om niet... Ja, alle focus op het opsporen, voor het gerecht brengen. En ik zie gelukkig dat ook onze Openbaar Ministerie, onze rechters, zware straffen. Je komt hier niet mee weg in Amsterdam. Maar uiteindelijk willen we dat dit soort patronen toch niet blijven gebeuren en voorkomen worden. Ja, want we hebben natuurlijk ook een aantal liquidaties gezien, of een aantal verijdelde liquidaties, waarbij ook van dit soort jonge verdachten een rol spelen. Over hoeveel mensen hebben we het dan in Amsterdam? Hoeveel van dit soort gasten lopen er rond, bij wijze van spreken? Ik vind dat moeilijk, hè? Want het is elke zin, dat leidt tot conclusies en dat is nog moeilijk te zien. We zien vaak ook wel jongens die we nog niet kennen, bijvoorbeeld in een top 600 groep. En soms ook wel. Hè? De top 600 zijn toch de jongens die wij zien door middel van de HIC, de High Impact Crime Criminaliteit, waar een programma. Maar hier zijn toch ook jongens die we soms nog helemaal niet kennen. Die heel snel nog in het begin van de drugscene opgebouwd zijn. Jong zijn en we zien wel een patroon. Kansarm, weinig vooruitzichten. Soms ook nog wel echt met ontwikkelingsvraag. Aantal gevallen, weinig gewetensbewustzijn. En dat is een gevaarlijke mix om dan verleid te worden tot dit soort zaken. En ik heb het al eerder verteld en vorig jaar zagen we ook jongens die de ene dag in de woninginbraak pleegden, de volgende dag een liquidatie en de dag daarna weer dit. Dit lijkt nog wat jongens, we kennen vaak deze jongens nog heel beperkt en weinig.